concurrenten. Dus even kijken wie er allemaal mee kan komen op een tweede positie. Ik denk dat dat Thomas Hofstede is voor Klasinaveen inderdaad. Dan zien wij ook nog Lucas in de baan en ook de 6'37 van Patrick Koers. Dus Assen ook twee keer mee naar de finale bij de boys van 15 jaar. We waren ook al even getrokken met de dames van 16 jaar en ouder. We waren al even getrokken met Tessa Geerling. Dan krijgt ze Iris van der Linden mee en ook Lisa Webster. En die gaat dan die vierde positie oppakken. Want die eerste drie zijn toch wel even een tikje te groen, denk ik. Die gaan in de finale ook vechten met elkaar. Maar wie gaat dan die belangrijke vierde positie hier pakken? Volgens mij is hier met haar BMX Apeldoorn met Mariska Bosje op een vierde positie. Of kan ook Anjo Jacobs nog aansluiting vinden? Ook Vera Kwant zien we daar nog tussen. In ieder geval is Geerling al bijna binnen samen met Van der Linden en Mepsen. En dan lijkt die vierde positie toch te gaan naar Apeldoorn met Mariska Bosch. Gaan wij nog vier snelle dames aan toevoegen en dan zien we dat Soraya van eerst snel gestart is daar de 144 plaat. Samen met Simila Reutink gaan en ook ze is weer terug op haar fiets natuurlijk. Talissa Katoelen ging even vervelend onderuit een aantal weekjes terug. Ze zat vandaag weer voor het eerst op de fiets. Maar ze laat toch zien dat ze het baantje hier wel kent. Want ze komt keurig door op positie nummer 3. En op positie nummer 4 zien we dan Anne Bokking. En deze vier dames lijken dan door te gaan naar de finale. Want ze hebben een gaatje geslagen hoor. Voor aan Reutink gaan, van eerst op 2, Bokking inmiddels op 3. En ook Katoelen weer. Ik ga op positie nummer 4.